Leuk dat je kijkt naar deze video van Wet Bounce Ball Ding. En trouwens, ik zal even het geluid uitzetten. Ik heb toch wat... Oh, de muziek moet uit. Ja, ik snap hem. En ik wil altijd bij dit soort games alle muntjes. En deze portaal. Oh, die ziet er leuk uit. Among Us. Ik wil het vergelijken met Jelly Beans, maar... Nee, het lijkt niet echt op Jelly Beans. Ik bedoel, ze zijn klein, maar... Ja, ze lijken niet op Jelly Beans. Ik wil ze vergelijken, maar dat kwets ik Among Us. Among Us. Sushi Baka. Among Us. Ik wil hem hebben. Maar nee. Probeer een skin. Nee. En ik kan trouwens ook helemaal niet. Dan stond er ook bij van iets. Ja, ik kan zelf geen Engels. Dus ik wist zelf eigenlijk niet wat er stond. Wat hebben we hier? Ja, ik weet het al. Het is een megasteen. Vergeleken met deze kauwgombal. Oh man, ik heb vergeleken. Dat mag niet. En trouwens, ik doe ook even de sound uit. Ja, dat is veel beter. Kunnen jullie me vast ook beter horen. Maar, ja... Ik ben eigenlijk best blij dat ik een YouTube-kanaal heb gemaakt. Ja, ik hou van YouTube. Het is mijn ding, denk ik. Ik heb niet zoveel video's, maar ik vind video's maken leuk. Vooral als het met gamen te maken heeft. Want ja, ik hou van gamen. Maar er zijn dingen die ik ook leuk vind. Zoals buiten spelen en meer dingen, zoals tekenen. En ja, man. Nee, trouwens, geen trilling. Ik haal die trilling. Oké. Hey, jij bent, lijkt op mij, we zijn broer en zus. Ik heb mijn broer gevonden. Ik bedoel mijn zusje. Ah, oh man. Auw. Ik ben een kip. Wat moet ik nu doen? Is dat te close? Ja. Nee. Ik wil de level niet skippen. Ik wil de level afmaken. En een bom. Van wie is die bom? Misschien wel van de eindbaas. Zijn er eindbazen? Volgens mij wel, ja. Oh, en trouwens, ik heb een broer. Hij is gamen met Roman. Wip. Ja, steeds bij deze zaag. Ik zit hem een beetje uit te dagen. Wee! Nou, niet mijn broer, maar de zaag zit ik uit te dagen. Oké. Oh, dat was zo close. En nog steeds, we zijn broer en zus. Maar ik ga terug voor gerechtigheid. Nee, gewoon voor muntjes. Wanneer schiet hij? Wanneer schiet dat ding? Ah, dat is zo irritant. Echt, hè. Denk ik van wanneer gaat hij schieten? Dan spring ik ervoor. En dan, oh hey. Ja, zusje. Ik word meegezogen. Oké, het is niet echt mijn zusje. En ja. Kaboom. Hey, stel voor, ik zit hierin vast. Help. Ja, ik kan er gewoon uit. Ja, anders zou ik het level moeten stoppen en het level opnieuw moeten doen. Nou, ik vind het altijd zo vervelend. Ik moet al die muntjes hebben. Hoi. Hey. Wat? Ik moet het wel heel netjes achterlaten.
Ja, netjes was het niet. Moet voor de andere spelers die niet in het spel zitten, gewoon iets. Ja, gewoon iets. En het is iets. Hey, touwbrug. Terug naar de touwbrug. Ik zit hier op een touwbrug. Ik probeer het te breken, maar het touw is van ijzer. Dat is een liedje die ik net verzonnen heb. Oké, ah, nee. Ah, gelukkig, net op tijd. Nee. Oh, en mijn levens zijn ook op. Oké, oh. Ik wil opeens een deur. Oh, dat is Sonic. Ik hou van die Sonic. Sonic. Ja. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben een hele grote fan van Sonic. Ik ken Sonic 1, 2 en dat zijn de enige films van Sonic die er zijn. Er zijn twee films van Sonic en ik heb ze allebei gezien. Sonic 1 heb ik in Zweden gekeken. Ik hou van Zweden. I love Zweden. En, En, Ik kwam net hier niet op, trouwens. En nu wel. Oh, ik zweefde. Hey, ik kom er nu alweer niet op. Hoe moet deze kar niet huiselijk zijn? Ik heb hem zo vaak gerold. Ik wens hem niet. Ik vind ze eigenlijk gewoon superleuk. Nee. Ja, tada. Er is geen andere manier. Ik ken ook geen andere manier. Hup. Wee. Maar dit is de betere manier. Gewoon vliegen zijn naartoe. Hey, ik vertrouw zo'n gat echt niet. Stel voor, er zit water. En door water kun je in dit spel doodgaan. Omdat deze dingen niet kunnen zwemmen. Indigo Milemme. Ja, oké. Okay. Altijd toch, als je zegt zwemmen, moet je daarna zeggen Indigo Milemme. Ik weet niet waarom, maar dat is een lied. En dat lied is een lied. Gewoon iets. Oh, mom. Ik heb trouwens wel heel veel munten. En ik ben nog steeds bij level 8. Kom op, snello, snello, snello. Ik heb in een hele snelle boot gezeten. Ooit. Minstens. Nooit. Oké, een keer. Hij was snel. En het was een week of twee geleden. En ja. Ja, een week of twee geleden. En het was op een boot. Er was water. En we mochten niet zwemmen in de Komilemme, in dat water. Dus wij hebben gewoon. Wiep. Nee! Nee! Watermeloen. Ik ken een YouTuber die totaal niet van watermeloen houdt. Ik snap haar gewoon echt niet. En trouwens, het is meisje Jamila die niet van watermeloen houdt. Yes, 100 coins. En ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik bedoel, watermeloen is toch hartstikke lekker, of niet? Is het vies? Nee, het is lekker. Wow. Waarom doen eigenlijk niet scherpe stokken pijn? In het spel zijn er gewoon echt heel onlogische dingen. Echt hè? Ik meen het. Soms in het spel zijn er onlogische dingen. Ik bedoel, in het echte leven zijn er toch geen portalen? En niet molens gemaakt van bladeren, want dat kan toch niet? Of wel? Of ben ik nou gek? Of bestaan die? Of bestaan die of niet? Laat het weten in de comments. Want ik begrijp. Ouch. Want ik begrijp er niks van. Hey, ik was net aan het muurklimmen. Muurklimmen is een nieuw sport, hè? Ja. Als jullie het niet weten, dat is een nieuwe sport. Sport van de week. Weet je wel? Oké, nee. Het is geen nieuw sport. Nee. Kabelbaan. Hey, ik vertrouw echt niet wat hieronder zit, hè? Wat zit hieronder? Wat zit hieronder? Wat zit hieronder? Ik wil het weten. Oh, gewoon. Dit is. Gewoon.
Wolken. Ah, nee, 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 nee. Ik neem mijn woorden terug. Wolken is een fout antwoord. Wolken is echt een heel, heel slecht antwoord. Maar ik denk dat ik bij level 11 stop. De volgende video ga ik verder. Dus ik zou zeggen... Adios, amigos.